We gaan even een drafje doen. Kiezen voor de 4-3-3 verdedigend, denk ik. Ja. Lekker begin. Dit is goed. Douglas, sowieso. Neymar. Kanté. Ja, dat is kut, dat is kut. Fabinho. Lekker. Neymar nu op chemistry. Even denken. Waar gaan we mee beginnen? Ah, linksback dan toch maar. Robertson. Lekker, die van Dijk. Al de wereld. Prima. Ah, dit is jammer, dit is jammer. Walker, is gezellig. Ah, Walker, lekker. Beginnen we bij de reserves. En als eerst krijgen we. Oeh, De Bruyne. Linkt heel erg lekker. Ja, Mahrez rating. Ja, kiezen we toch maar het Nvormpie. Sterling of Addison. Nee, Addison, we hebben keeper nodig. Even een zekerheidje. Ah, rating, Verratti. Dit is lekker, Ronaldo. Nou, dat gaat niet passen. Ja, Laxalt. Hebben helemaal niks aan hier. Dit is wel heel erg jammer. En dan even kijken. Ja, Arnold dan maar. Oeh, daar hebben we al een 188 draft. En dan wie gaan we op doel krijgen? Kiezen we toch maar voor Oblak voor de rating. Kijk, of we nog een 189 uit kunnen halen. Dan. Even blijven puzzelen. Ik snap alleen niet hoe het komt dat als wij die zilver er wel in zetten en Ronaldo op de bank, dat we dan wel 189 krijgen. Maar we blijven even doorgaan met puzzelen. En dan hebben we een 189 draft. Ja, beter gaat het niet worden. Dus ja, dan gaan we even rustig een manager kiezen. En dan kiezen we denk ik voor Frank Lampard. Daar hebben we de meeste profijt van. En daar ziet je, daar zie je het. Huh, wat? Wacht even. Toen stond er 189. Hoezo staat er nu 188?